persconferentie na de wedstrijd Roeselare-Dessel. Match geëindigd op 2-2. Na elkaar doen we met Frankie van der Elst, Bart Wilmsen. Bart, graag uw bevindingen bij de match. Ik denk dat de wedstrijd voor onze eerste helft perfect verliep. We speelden vanuit een goede organisatie. We hebben de eerste wedstrijd in Dessel een voetballes gekregen van Roeselare. En we wilden absoluut iets rechtzetten. We hebben goed naar die wedstrijd toegeleefd. En we hebben een goede organisatie neergezet. En wij kwamen er heel snel en scherp uit. En ik heb voor rust voor Roeselare geen enkel kans geteld. En voor ons de twee doelpunten en dan nog een open kans van Wolke Jansen. Dus drie uitstekende mogelijkheden. En ja, voor hetzelfde geld is het met de rust dezelfde uitslag als de eerste wedstrijd Dessel-Roeselare. Wat met de rust ook 0-3 was. Dat vandaag ook perfect kunnen zijn. Het blijft 0-2 en tweede helft. Dat is jammer dat we te weinig zijn blijven voetballen in balbezit. Dat ons blok te laag ging spelen. We kropen te ver naar achter. Mede door de powerplay van Roeselare. Maar toch jammer dat wij de eerste goal nemen op een vermijdbare situatie. En dat heeft ons de punten gekost vandaag. Ik denk dat die goal niet valt, die eerste, op dat moment dat we misschien wel stand kunnen houden. Of dat het dan terecht is of onterecht, dat laat ik aan de specialisten over. Wij proberen te overleven in tweede nationale met jonge spelers. Wij spelen vandaag ook weer met 4, 5 jongens van 95. En wij proberen op onze manier punten te nemen. En jammer dat we met de rust de kloof niet groter konden maken. Zoals ik eerder gezegd heb. Anders hadden we zomaar met de 3 punten naar Dessel teruggegaan. Maar dat is mijn korte relaas van de wedstrijd. Dankjewel, Frankie. Ja, ik denk dat Bart voor een groot stuk wel gelijk heeft. Hè, dat wij het moeilijk hadden de eerste helft. Natuurlijk kwamen we heel snel op achterstand. En dat is wat denk ik op dit moment tegen Dessel niet moet gebeuren. Want dan wordt het lastig. Omdat zij het heel goed doen, vind ik. Hè. Ze zetten heel veel druk op het middenveld. En daar hadden we het lastig mee. We vonden buiten de eerste minuten nog maar weinig ruimte tussen de linies bij hen. En ja, in de omschakeling waren ze een paar keer gevaarlijk liever. Eerst nog geloof ik de bal op de paal, nadien de 0-2. En dan sta je natuurlijk voor een grote opdracht in de tweede helft, waar we dan toch wel wat beter zijn gaan spelen. En nadien om toch terug te komen de nodige risico's genomen. En daar zijn we voor beloond geworden. Met meer power, met meer direct voetbal op een bepaald moment gespeeld. En dat deed Dessel achteruit gaan. Ik was nog wel een beetje bang dat ze nog een keer zouden counteren, waardoor we helemaal uitgeteld zouden zijn. Gelukkig is dat niet gebeurd. En uiteindelijk denk ik dat we het punt nog wel verdienen, omdat we de tweede helft er alles aan gedaan hebben om terug te komen. Daarvoor zijn mijn spelers beloond. Natuurlijk was ik heel ontevreden in de eerste helft, want daar kregen we geen poot aan de grond. Ik had nogthans beelden laten zien, genoeg gezegd van dat we scherp moesten zijn, vooral op het middenveld voor die tweede bal. Want bijvoorbeeld vorige week tegen Heist was dat 90 minuten lang in het voordeel van Dessel. En ik moet zeggen dat de eerste helft vandaag hier ook het geval was. Dus daar hebben we toch niet echt goed geluisterd. Te veel ruimte gegeven, te ver naar buiten gespeeld, met buitenste mensen ook. Terwijl je veel vaker vanuit het blok moet voetballen. Om dan ook die tweede bal meer te veroveren. Maar goed, ja, het is voor de tweede keer op zijn rij stonden we 2-0 achter bij de rust. Vandaag opnieuw. En wat dat betreft is het natuurlijk wel goed, maar ik kan eigenlijk over de kwaliteit van het spel kan ik eigenlijk toch niet tevreden zijn. Maar goed, uiteindelijk hebben ze hard gewerkt en worden ze daar dan nog voor beloond met 1 punt.